Hoi, welkom bij een nieuwe video van de Vlogkundige. We hebben het deze maand over de thuisbevalling. En jullie hebben eerder al een blog kunnen lezen over de thuisbevalling. Hoe dat in Nederland eigenlijk gaat. Hoeveel mensen bevallen er nou eigenlijk thuis? En in deze video gaan we het hebben over hoe het is om onverwachts thuis te bevallen. Want we gaan namelijk op bezoek bij Eline, Stefan en Xam. En Xam is inmiddels wel alweer 3 maanden. Dus 3 maanden geleden zijn Eline en Stefan onverwachts thuis bevallen. Zij wilden eigenlijk altijd tijdens de zwangerschap al in het ziekenhuis bevallen. Hebben met elkaar heel goed over nagedacht en het voelde voor hun heel erg prettig. Alleen tijdens de bevalling liep het allemaal heel erg anders. En hebben we er met elkaar voor gekozen om onverwachts toch thuis te gaan bevallen. En in deze video wil ik eigenlijk jullie meenemen naar hun. Zodat we eigenlijk van hun eens kunnen horen hoe dat voor hun is geweest. Dus we gaan naar hen toe en we gaan het met hun erover hebben. En wie hebben we hier? Hey! Kleine vent! Nou, mijn man is zo klein meer. Ah, ga je gelijk lachen? Echt een showtje doet hij. Hi, lieverd. We zitten hier met Eline. En Eline hebben jullie net al even gezien. En zij is dus 3 maanden geleden thuis bevallen. En we gaan even horen van Eline hoe dat geweest is. Jazeker. Ja, en ik denk eigenlijk om een beetje te kunnen begrijpen waarom je thuis bevallen bent en hoe dat geweest is, moet je eigenlijk een beetje wat weten over je zwangerschap, hè? Hoe dat was. Nou, eigenlijk, mijn zwangerschap was natuurlijk heel bijzonder, heel erg mooi. Ja. Maar af en toe wel lastig. Wij zijn wel vaak voor controles bij jullie geweest. Ja. En in het ziekenhuis, omdat er toch wat complicaties af en toe waren. Ja. Dus voor ons was dat eigenlijk wel een reden dat wij zeiden van, nou, het is zo mooi en zo fijn dat hij er eindelijk is, zeg maar. Ja. Dus dat was wel echt voor ons dat we dachten, nou, als we dan gaan bevallen, dan moet dat 100% zeker goed in het ziekenhuis gebeuren, want daar hebben ze alles bij de hand. Ja, precies. Want we hebben het daar best wel veel over gehad, hè, tijdens de zwangerschap met elkaar. En jullie waren daar inderdaad gewoon heel duidelijk in. Wij gaan lekker in het ziekenhuis bevallen. Zeker. En, dat was een keuze die gemaakt was. En daar was iedereen eigenlijk helemaal, voelde zich er helemaal prettig bij. Zeker, ja. En toen belde jij mij. 'S nachts. Ja, dat was inderdaad 's nachts. En het begon bij ons, 6 uur 's ochtends had ik al een beetje last van, waarschijnlijk waren dat misschien nog weeën, maar dan had ik niet het idee van. Nee. En 's nachts zette het inderdaad echt door, dat ik tegen Steef zei, op een gegeven moment 11 uur begonnen echt de weeën, denk ik. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik 1 wee, die duurde heel erg lang. En toen daarna had ik gelijk een soort persdrang. Dus toen zei ik tegen Steef, oh nee, je moet nu de verloskundige gaan bellen. Ja. Dus ja, toen zei je eigenlijk van, joh, hoe gaat het? En ik vertelde eigenlijk jou van, ik heb eigenlijk al de persdrang, zeg maar. Ja. Dus toen zei jij van, nou, dan kom ik even een kijkje nemen. Ja. En zo begon het eigenlijk. Ja. En ik dacht zelfs al een beetje, ik kom er heel snel aan. Hè? Ja, ik hoorde dat al een beetje aan jouw verhaal. Ja. En toen kwam ik bij jou en toen bleek het eigenlijk al heel erg ver te zijn in de bevalling. Ja. Ja. Toen had je al volledig ontsluiting. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat was best eventjes een omslag op dat moment. Ja, voor ons wel inderdaad. Want eigenlijk op het moment dat wij jou belden en jij zei van, joh, ik kom eraan.
toen is Steve dus alle spullen nog gaan klaarzetten. Schoenen bij de deur, de jassen. En, want wij zouden namelijk naar het ziekenhuis gaan. Klaar om weg te gaan. Klaar om weg te gaan. Want stuivenwallen, nou, daar hadden we eigenlijk gewoon niet bij nagedacht. Want dat zouden we niet gaan doen. Nee. Het was het ziekenhuis. Ja. Nou, toen kwam jij hier inderdaad en toen zei je van, nou Lien, je hebt al volledige ontsluiting en eigenlijk het ene ziekenhuis waar wij wilden bevallen, die zag jij sowieso al niet zoveel meer zitten, want die was iets verder wegrijden. En Leiden-Dorp mocht nog wel, maar dat was even de keus, maar die keus die hadden wij eigenlijk al vrij snel dat wij dachten, gaan we nog naar het ziekenhuis? Ja. En nee. Nee. Nee, want, hè, want ik heb nog, we hebben het over gehad met elkaar van, hé, wat gaan we doen? Het is volledig ontsluiting. Ja. En ik merkte op dat moment, we kunnen wel nog gaan. Ja. Ja, en dat zie je gewoon bij een eerste kindje. Dat de persfase, dat duurt altijd nog wel eventjes. En als je dan wil, dan is er zeker nog een mogelijkheid om te gaan. Niet naar het ziekenhuis wat net verder legt wat jullie voorkwamen, maar wel naar het andere ziekenhuis. En eigenlijk, ja, heb ik die keuze bij jullie neergelegd. En zeker, ja. Jij vroeg heel erg van, wat willen jullie? Nou, ik vond dat jij ons ook heel veel vertrouwen erin gaf van Eline, het gaat zo snel, het gaat zo goed. Wel ook daarbij verteld van, nou, het is niet 100% zeker dat je ook echt thuis kan blijven. Want als er nog iets gebeurt, dan moet je misschien uiteindelijk nog weg. Nou, en het voelde eigenlijk uiteindelijk zo goed om dan dus wel thuis te blijven. Ja. En wat ik eigenlijk ook niet wist, omdat wij ons daar helemaal niet in verdiept hadden, is dat jij ook gewoon zoveel kan thuis. Ja. En dat gaf mij uiteindelijk echt wel de doorslag dat ik dacht van nou, oké, als jij zegt dat het goed komt en het voelt voor mij goed en er kan eigenlijk zoveel thuis gebeuren, zeg maar. Nou, dan is die keuze voor mij uiteindelijk wel snel gemaakt. Ja. Ja, en dat was ook goed op dat moment. Zeker. Ja. Uiteindelijk ben ik zo blij dat ik thuis ben gevallen. Ja, echt. Want wat maakte nou uiteindelijk achteraf dan ook? Dat je dacht van, nou ja, dit is zo fijn dat het thuis gelukt is. Nou, het is toch een stuk relaxter, denk ik. In het ziekenhuis, ik had me erop voorbereid van, nou, er zal waarschijnlijk een stagiair misschien nog even binnenlopen. En nog misschien een andere verloskundige. En nou ja, daar had ik me wel voorbereid dat ik had verwacht van, nou, er komen veel mensen de kamer binnen. En hier thuis was jij er. En Steve was er. En de kraamhulp. Ja. En dat was het. Ja. En dat vond ik gewoon zo fijn. Ja. En je kan gewoon na de hele bevalling even lekker onder je eigen douche. En even lekker naar je eigen wc. En als je dan terugkomt in je eigen bed, is net alsof je niet bent bevallen. Ja. Ja. Dus, en dat vond ik wel echt zo relaxed. Dat ik dacht, oh, je hoeft niet meer weg. En die kleine, die is er gewoon. Ja. En Dus dat waren met name eigenlijk de voordelen, hè, dat je zeker. Ja, heel erg. Hey, en nog eventjes voor het beeld van hoe die bevalling dan gegaan is. Ja. Het persen, hoe ging dat en hoe vond je dat? Ja, ik vond het allemaal best wel meevallen eigenlijk. Ik heb nou niet zoiets van, nou, dat zou ik nooit meer doen. Nee. Ik weet wel dat ik echt één moment had dat ik echt dacht, oh nee, dit gaat niet passen, dit lukt echt niet. Maar daar heb jij mij ook weer echt heel goed doorheen gepraat. En bedoel je daarmee dan echt het laatste stuk? Ja, en misschien nog wel iets daarvoor. Ja. En ik had echt het moment dat ik dacht, oh jee, volgens mij gaat alles scheuren en doen. Maar op dat moment, als je daar doorheen bent en je denkt inderdaad, dat zei jij van, joh, maar die kleine die komt eraan en hij is er bijna. Nou, dan zet je wel een soort knop om en dan, nou ja, dan gaat het allemaal wel weer vanzelf. Ja. Het is mij heel erg meegevallen. Dat, fijn. Ja. Hey, en wat betekent dat voor de toekomst? Het is natuurlijk altijd de vraag van, mag het nog een keer... Ja, dat is sowieso bij ons dan wel inderdaad de vraag van, nou ja, hoe lang duurt het voordat er een tweede zou mogen komen? Maar voor, ik zeg het nu wel eens even, bij mij zou het nu al mogen komen. Ja. Dat is wel een heel goed teken. We willen nog wel even van die kleine genieten. Ja. Maar in principe, de bevalling, dat zou ik zo morgen weer doen. Ja. Dan, dat is mij zo meegevallen. Ja. Ik denk, ook al ben ik heel erg voorstander, of was ik voorstander van het ziekenhuis, dat ik nu bij een tweede toch meer zou neigen naar mijn naar een thuisbevalling. Als naar het ziekenhuis. Ja. Dat heb ik wel heel erg. Ja. Dus zou je denk je bij een volgende dan echt misschien tijdens de zwangerschap echt de voorkeur al geven? Of zou je bijvoorbeeld net zoals nu, of hoe het nu gegaan is uiteindelijk, dus gewoon kijken hoe het gaat? En... Ik denk dat ik het even zou willen aankijken. Ja. Zeg maar nu, mijn hele zwangerschap was wel wat lastig natuurlijk. Maar goed, de bevalling begon allemaal zo makkelijk en zo snel. En ik denk dat ik als
dat mijn tweede zou hebben, dat ik zou zeggen, joh, ik wil liever thuis blijven. Ja. Maar misschien als het allemaal dan al wat lastiger gaat, dat je dan toch beslist, en nou, ik ga naar het ziekenhuis. Ja. Maar ik vond dit toch wel echt heel erg fijn, hoor. Ja. Dat wel, zeker. Ja. Nou, fijn. Ja. Leuk om jouw verhaal te mogen horen. Ja, leuk om te vertellen. Ja, fijn is dat het sowieso, hij was natuurlijk altijd heel gezellig. En ja. Fijn dat je zo open bent en dat we ja, even een kijkje in jullie verhaal hebben mogen. Leuk. Nou, wij zijn jullie ook zo dankbaar voor alles. Ja, dat is altijd super leuk. Ja. Oké. Okay.